Ja, ja, het is weer feest. Vanavond zeggen we, we zijn op het Theresiaplein geweest. We waren op het Theresiaplein en iedereen was er ook. Ik had daar een heerlijk feestje en ze hadden ingrediënten knoflook. Nou ja, daarom stink ik nu uit mijn bek. Vind je dat niet normaal, schat? Vind je dat zo gek? Ja, ja, het was knoflookfeest. Ja, ja, het was knoflookfeest. Ja, ja, het is nog steeds knoflookfeest. En onze contrabassist geniet het meest. Ja, ik vond dat zo'n mooie plek is dit. En dan wou ik wel een keer een feestje doen. Maar de aanleiding, ja, ik weet niet eens meer hoe ik erop ben gekomen. Ik heb wel grappen gemaakt met knoflook in het verleden. Ooit zei een Engelsman tegen me, ik had een Italiaanse motorfiets. En toen zei een Engelsman, you can smell the garlic from 100 yards. En dat heb ik toen in mijn kop geknoopt. Toen heb ik op een gegeven moment knoflookolie gevonden. Heb ik in de tank van de motorfiets gedaan. Omdat ik wou dat die zou stinken naar knoflook. Of stinken, lekker zou ruiken naar knoflook. En sinds die tijd doen we alle grapjes met knoflook. En zo. En mijn vrouw en mijn kinderen houden er ook heel erg van. Ja, ja, het is knoflookfeest. Het is knoflookfeest. Ja, ja, het is knoflookfeest. Knoflookfeest. Ja, ja, dankzij de knoflookgeest. Dankzij de knoflookgeest. Dankzij de knoflookgeest waarvan deze kerktoren spreekt. But I ain't turning back to live that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Mama, rock me. Rock me, mama, not a wind like a rain. Rock me, mama, like a southbound train. Het begon met de Federales, dat is een country band. En, ja, dat vind ik een mooi orkestje en zeker ook de sfeer die ze maken. En het heeft ook band met de wijk, want het is een wijkfeest en de gitarist, jij kijkt zo tegen het huis hier. Haast alle bandjes en medewerkers hebben iets met de wijk. Dus, het is nog geheim, maar zo meteen komt er een koor van 50 man die met Elvis mee gaat zingen. Heel goed, Sven, jij bent. Oké, mama is. De handjes omhoog, de handjes omhoog, de handjes omhoog, en ik laat applaus voor Henke! Why is it seem right? When you've done, oh yes, see, 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 your love is gone. CC Rider, well gone. CC Rider, I'm going away, baby. CC Rider, and I won't be back at all. CC Rider, oh, I'm gone, gone away, baby. CC Rider, and I won't be back at all. CC Rider, I'm gonna find me another girl. De bedoeling is eigenlijk een beetje dat naast natuurlijk de muziek die hier nu gespeeld wordt, dat mensen zelf hun eigen eten meenemen, uiteraard met knoflook, daarom heet het knoflookfeest. En de bedoeling is dat mensen daardoor gewoon een beetje zelf eten kunnen uitwisselen. Dit is dus allemaal gratis, zeg maar. Dit is een tomatensalade met knoflook. Dit is hadari, dus Turkse tzatziki, zeg maar. Kijk, dan hebben we nog knoflook popcorn. Knoflookchips voor de kindjes, gepofte knoflook, nou ja, van alles en nog wat. Dus eigenlijk, dat zit eigenlijk gewoon, ja. En het merendeel heb ik gewoon niet zelf gemaakt, maar ja, hebben mensen dus gewoon hier naartoe gebracht om te kunnen eten. Ja, knoflookbal. Ik zag ook eten ruilen, bewoners hadden allemaal iets met knoflook gedaan. Daar sta ik helemaal van te kijken, want die kramen daar, die stonden helemaal vol met mensen, die stonden te kalen allemaal. Het is maar allemaal, het hele feest is dit, natte vingerwerk, maar ja, het werkt wel echt. Heel veel mensen hebben echt lekker eten bij, ja. Op
is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af, terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Kan het publiek misschien even wolven nadoen? 1, 2, 3. Ja, wij zijn echte Tilburger. Hè? Echt, hè? Wij zorgen goed voor Tilburg, of niet? Ja, mooi. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Nou ja, dit is dus een live optreden met een band. Wat doen we voor het eerst? Normaal spelen we met een band. Nou, dat hebben we dus ook geoefend. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling. We gaan doen voor het eerst met een live band. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Veel koren zijn een beetje tuttig, een beetje truttige toestanden. Rockmuziek, popmuziek is eigenlijk een beetje rebelse muziek. Het hoort een beetje stoer te zijn en dat proberen we met dit koor te bereiken. Dus wij doen niet aan, bijvoorbeeld niet aan koorkleding, wij doen niet aan danspasjes. Het is gewoon, iedereen komt zoals die is. Het is en gewoon hard en stoer zingen en dat moet eigenlijk een stoere uitstraling hebben. Als je het leuk vindt om te zingen, kan je, eigenlijk kan iedereen meedoen die het leuk vindt om te zingen. Nou, het werkt eigenlijk heel makkelijk. Wij werken niet met noten, wij werken met cd's of met mp3's, wat je wil. Stel je voor, een nummer is vijfstemmig. Dan heb je vijf opnames van het nummer. Iedere stem apart wordt voorgezongen. Je oefent gewoon je stem in en je komt bij elkaar. En het is een koor, zo simpel is het eigenlijk. Als je popcore Trammeland googelt, sta ik bovenaan. Er staat alles wat je kan vinden, alles wat je, nou, alle informatie die je nodig hebt, die staat op de site. Maandagavond bij de Boemel. Blijmakerij de Boemel op de spoorzone. Van hoe laat tot hoe laat? Van 19:30 tot 21:30. Ja, dat weet ik ook nog niet zo goed. Tot nu toe heb ik gewoon veel geld in een potje gedaan en BW mijn maat. Maar dat gaat terugkomen. We krijgen een goede vergoeding van de Verrijkte Wijk.